Goedemorgen Esther. Goedemorgen. Wat is het vroeg op de zondagochtend? Ja, dat is het zeker. Maar wel met een hele leuke reden. Jullie zijn begonnen met Veghel Bart. Na André van Duin met heel Holland. Zo is het. Zijn jullie Veghel gaan bakken. Kun je eens een beetje uitleggen hoe dat tot stand is gekomen? Jazeker. Nou, we hebben dit jaar, in het begin van de coronacrisis, in de eerste lockdown, samen met N25, hebben wij het initiatief genomen om iets te doen voor de ouderen in Veghel. Wat is 25? M25 is een jongerenclub, noem ik het maar even. En zij zetten zich als vrijwilliger mede in om iets te doen voor anderen. En dat doen zij op allerlei manieren. En een van de initiatieven die zij mee getoond hebben is dus heel Veghel bakt. Met Koningsdag... Hebben we samen bedacht van goh, het zou leuk zijn als we iets voor de ouderen kunnen doen. Want veel ouderen zitten alleen thuis, zien weinig andere mensen. Het is fijn om hun een hart onder de riem te steken en wat extra aandacht voor ze te hebben. En toen was het van oké, wat zouden we dan kunnen doen? Dus iedereen in een tent ergens op een geheime plek in Veghel? Juist, nee, want dat mocht natuurlijk niet. Hè? Het is inderdaad, we hebben een oproep toen geplaatst van goh, we zijn op zoek naar wat thuisbakkers. Mensen die het leuk vinden om te bakken en die dat voor de ouderen willen doen. En dan ook naar hun toe willen brengen. Want het is gewoon fijn om even een praatje te maken. Het neemt natuurlijk de eenzaamheid niet weg. Maar het brengt gewoon wel iets leuks op een dag. En dat is de reden waarom dat we dat initiatief toen hebben gedaan en genomen. En het was echt zo'n groot succes dat we dachten dat zou eigenlijk wel leuk zijn als we dat nog een keer kunnen doen. Maar goed. En toen kwam de tweede mini soort van kleine lockdown. Ja, inderdaad. Maar ik moet ook wel zeggen dat we toen ook wel bedacht hadden van goh, in het najaar doen we het nog een keer. Down niet eigenlijk, maar gewoon we willen gewoon die ouderen een hart onder de riem steken. En aandacht voor hun hebben. En vandaag is het de Nationale Dag van de Vlaai. En, kijk, hoe toepasselijk. Zijn. Dus we zeiden van, nou weet je, dat is een mooie dag om nog een keer thuisbakkers op te roepen om mee te doen. En dat hebben we inderdaad gedaan. En we hebben echt zoveel lieve reacties gekregen. Ja. En op dit moment zijn 51 bakkers hebben thuis... En zit er dan nou ook nog een wedstrijdmodule in? Mogen de ouderen punten geven? Nee, dat is eigenlijk nog een leuk idee. Zover hebben we er niet over nagedacht. Het is gewoon inderdaad, de thuisbakkers hebben iets gemaakt. En gaan dat met veel liefde, hebben ze erin gestopt. En dat gaan ze naar de ouderen toe brengen. En wat mooie gesprekken voeren. En gaan we dit dan in de toekomst nog vaker terugzien? Ja, wie weet. Het slaat aan, dat blijkt. Hè? Want vorige keer hadden we iets van 300 mensen die we blij konden maken. En nu maken we echt ruim 500 mensen blij. Ja, nu zijn we hier op de Peppelhof. Ja. Hoeveel mensen wonen er hier? Ja, hier zijn 112 appartementen, 118 appartementen. Maar er zijn dus vanuit de Stichting Met Je Hart en de Zonnebloem. Zij kennen natuurlijk heel veel ouderen. Zij hebben de adressen. Ik ben zelf ook actief bij Stichting Met Je Hart. Werkzaam bij ons welzijn, maar initieer daarin. Wij hebben al die namen, die hebben we bij elkaar gezet. En krijgen in ieder geval een bezoekje. Maar omdat we zoveel bakkers hadden, zeiden we, dan kunnen we ook in een aantal ouderencomplexen in Veghel, die mensen kunnen we ook blij gaan maken. Dus ook daar zijn vandaag lekkere dingen uitgedeeld? Ja, inderdaad. Dus tot bij de Mondriaan en bij de Dr. de Kwaaistraat en bij de Hertoghof. Nou, wat lekker allemaal voor iedereen. Jazeker. Wij gaan dadelijk nog even mee binnenkijken hoe het wordt ontvangen. In ieder geval dankjewel en dan tot de volgende keer bij de volgende Heel Veghel Bakt. Nou, hartstikke leuk dat jullie bij zijn. Ja. Dankjewel. Ja, goedemorgen. We zijn bij twee hele lieve dames aanbeland die net een vrouw een stukje vlaai hebben gebracht. Hoe vonden jullie het? Ja, leuk. We hebben in april ook al meegedaan en ik zag de oproep via Meijer Heistad nieuws op Facebook. Toen dacht ik van in deze tijd voor de ouderen iets extra's terug doen. Ja, dat is altijd leuk. Ja, nou wordt het heel leuk ontvangen. Wat voor vlaai hebben jullie voor vandaag gemaakt? Ik heb abrikozenvlaai en kersenvlaai gemaakt. En ja, ik ben zelf niet heel erg in de vlaaien thuis om te maken. Zit daar veel werk in? De vorige keer hebben we cupcakejes gebakken die de kinderen zelf versierd hadden. Dat was wel iets minder werk, dat klopt. een vlaai is toch niet eventjes zomaar als een cupcakeje in een... Nee. En krijg jij nou straks ook nog een stukje? Ik hoop het wel. Hoopt het wel.
Nou, heel veel plezier nog. Jullie gaan even verder en wij gaan vlug door naar de volgende, want dan mogen we vandaag nog veel meer met ouderen blij maken. Alsjeblieft. Voor u allebei eentje? Of nee, nee. Samen. Samen, ja, dat is ook wel... We doen alles samen. Oh, dat is wel romantisch, hè? Samen zit ik blij. Over 6 uur weet ik al. Dus, ja. Ja. Nou, dat is toch een hele... Daar hoop ik ook mee te maken. Ja. Mooi. Ja, een beetje volhouden dan, hè? Ja, zeker weten. Ja. Oké, okay, hier en hier.